Het jy jou grafiek geteken? Wel, kom ek wys jy hoe ek dit sou doen. Ons begin met ons asse, vertikale as, prys, veelheid horizontale as, ons merk ons intervalle, vertikale as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan die veelhede op die horizontale as, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en dan 14. Nou sien ons, het ons gesê dat elke prys word met een spesifieke hoeveelheid geassocieer. So een prys van 7, en een prys van 7, hoeveelheid gevra, 2 is. Ons gaan hierop, en ons het by hierdie punt. By prys van 5, hoeveelheid gevra, 6, ons gaan op van 6, en ons by hierdie punt. En so kan ons een hele reeks punte aflei. 3, prijs van 3 word geassocieer met, hoeveelheid gevra, 10, prijs van 1, hoeveelheid gevra, 14. En as dan hierdie punte met mekaar verbind, het ons die vraagkromme. Lyk jou nou min of meer so?